Hey mensen, welkom bij een nieuwe serie op Banjo Town. En het lijkt op het Banjo Gaming News, want daar ken je me misschien van, maar het is niet het Banjo Gaming News, het is namelijk het Town News. Een compleet vernieuwd item wat ik samen met Bard heb mogen uitwerken. En ik kan je vertellen, het is bijna Banjo Gaming News, maar dan met meer. Met meer dingen, met meer uitgebreid. Dus wat je kan verwachten zijn town updates over Banjo Town zelf. Je kan natuurlijk nieuws verwachten over games, over tags, over events. Maakt niet uit. Het kan allemaal voorbij komen. De Banjo Babe van de week, ook niet te vergeten. Leuk item, kan ik je zeggen. En reportages, mochten ze er zijn. En om af te sluiten, een soort van schermpje waarop je kan zien wat er allemaal die week of die maand te verwachten is met nieuwe games. Nou ja, deze week is best wel speciaal, aangezien er best wel wat grote titels uitgekomen. In ieder geval, jullie weten nu een beetje wat Town News is. Ik zou zeggen, op naar de intro. Tijd voor het nieuws. Het tweede seizoen van die ene game op Steam, genaamd The Walking Dead, gebaseerd op de serie The Walking Dead, komt eraan. Het is aangekondigd, seizoen 2 zal gaan over Clementine. Dat is een meisje wat best een grote rol had in seizoen 1. En nu zal zij de hoofdpersonage zijn. Ze is 9 jaar oud en zij zal zich moeten staand houden tegen de zombies in de wereld van The Walking Dead. Dus mocht jij dit nou een vette game vinden, je kan hem al pre-orderen op Steam. Hij is €20,69. 69? Ja, ik weet niet waarom die 69 cent erbij zit. In ieder geval, het is een game zoals Beyond Two Souls. Ik weet niet of jullie die kennen. Het is niet echt dat je veel kan doen. Het is meer klik en een beetje cinematic. En het is gewoon, als je fan bent van Walking Dead, zal je dit een vette game vinden. Daar komt het op neer. De game die zou komen voor PC, Mac en een hoop consoles. Ook voor iOS, dat is nieuw. The Wolf Among Us trouwens ook. Die is van dezelfde makers. Best wel tof. In ieder geval, deze game heeft een korte trailer. En daar gaan jullie nu even naar kijken. Will ever get back to how they were? Yeah, I'm not sure when, but one day. I hope it's soon. Iets minder leuk nieuws is het feit dat Command & Conquer, ja, misschien dat je het wel kent, een strategiespel, dat zou online komen. Het zou een spel van komen wat je online kon spelen. Dat heeft Electronic Arts helaas gecanceld. Waarom, vraag je je af? Blijkbaar is dit spel zo open naar de spelers, dat door de feedback van die spelers uit de alpha phase, zij al een beetje het idee gekregen hebben dat dit niet is wat de mensen willen. Oftewel, hebben ze besloten om er gewoon helemaal mee te kappen. Vind ik best een drastische beslissing. Ik bedoel, je bent er al sinds 2000... Even spieken hoor. Sinds 2011 mee bezig. Wordt trouwens gemaakt door Victory Games. En dan stop je ermee. Na fucking 2 jaar. En dan zeg je van, nou, alpha, dit is niet wat jullie willen. Dan zoek je dat toch gelijk uit. What the fuck? In ieder geval, jammer voor de Command & Conquer fans. Mij boeit het niet zoveel. Maar goed. Kut nieuws gaan we over naar leuk nieuws. Tenminste, als je een Android-telefoon hebt. Want mocht je GTA 5 spelen en je hebt een Android-telefoon, dan was je best wel genaaid. Want je kon geen iFruit app downloaden. iFruit app is een appje waarop je je hond Chop kan verzorgen van Franklin. En je kan je auto tunen met de app. Je kan ook kleine minigames spelen. Best tof. Leuke toevoeging aan die game. Alleen die was alleen voor iPhone. En mocht jij geen Apple fanboy zijn, had je gewoon pech. Maar goed, goed nieuws. Android heeft hem nu ook. Ik kan me geen jaar verzinnen waarin een titel zoals Call of Duty Ghost geen lekkage toont. Als in, er komen dingen vrij die niet horen vrij te komen. Dat was volgens mij met een andere game laatst ook al. Ik ben het even vergeten, maar in ieder geval, het gebeurt zo fucking vaak. Wat is er nou over Call of Duty Ghost naar voren gekomen? Eigenlijk alles. Het is namelijk zo dat ze een Xbox 360 doosje hadden. En nou ja, goed, dan zie je natuurlijk al gelijk de specs voor PC. 12 personen voor de multiplayer. Voor PS4 en Xbox One 18 spelers. Dus dat is wel tof, dat je met meerdere kan spelen. Wat er nog meer was, multiplayer modes, multiplayer maps, wapens. Is allemaal naar buiten gekomen, allemaal gelekt. Maar het interessantste, tenminste ik vind het interessant om dit te vertellen aan jullie. De rest kun je gewoon lekker opzoeken op Google. Het interessantste is de nieuwe mode die Ghost heeft. Jullie kennen allemaal zombies. Nou ja,
Zombies zijn vrij gehaten en cliché vijanden. Maar een nog wel misschien clichéere, is dat een woord? Ik weet het niet. Vijand zijn natuurlijk aliens. Al sinds, weet ik veel, sinds Hollywood bestaat, zijn er al aliens als de bad guys. En nu heb je natuurlijk wel films waarin aliens de good guys zijn. Maar dat mag niet in dit spel zo zijn. Het is namelijk zo dat je een soort van zombies hebt, maar dan met aliens dus. En dan moet je hun nest gaan veroveren of kapot maken, weet ik het in ieder geval. Een nieuwe mode, best wel tof. Er was al een foto door de developer op Instagram geplaatst en er was al een kleine hint naar gegeven. Maar nu is dat dus naar buiten gekomen, Extinction. Een ander leuk feitje over Call of Duty Ghosts is dat PS4 een 1080p editie gaat aanbieden. En dat klinkt misschien, ja oké, wat, bedoel je? Nou, waarschijnlijk kijk jij deze video op een 1080p scherm op je computer. Dus die graphics zijn een beetje te vergelijken. Normaal gesproken heeft je standaard console zoals een Xbox 360 720p. En 1080p, net zoals met YouTube video's, zit gewoon veel meer diepte in. Dus dat betekent dat PS4 al fucking goede graphics gaat krijgen. Xbox One heeft nog niks 100% laten weten. Dus het kan zijn dat dit niet voor hun geldt. Dan zou de PS4 dus een voordeel hebben. Ik denk dat ik de PS4 ga kopen. Wat gaan jullie kopen? Laat het weten onder in de comments. Dan even kort iets over Transformers 4. Nou, Transformers kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel. Ze zijn bezig met het vierde deel te filmen. En dat doen ze in Hongkong. En nu is het zo in Hongkong dat als mensen direct last hebben van de set, dat ze dan een vergoeding krijgen. Maar wat blijkt nou? Het is al de tweede keer dat deze film wordt belaagd door Chinezen. Of ja, Hongkong is China, toch? Ja, volgens mij wel. In ieder geval, het is dus zo dat er een man was. Laat ik het goed vertellen. Er waren eerst twee mannen die gedrogeerd, dus onder drugs, daar naartoe kwamen om ruzie te zoeken. Want ze wilden namelijk vier keer zoveel, ze bedreigden de mensen, bla bla. Best wel slim, denk ik, om te proberen om nog meer geld eruit te troggelen. Nou goed, weet je, misschien dat die mensen het niet zo breed hebben. Maar wat dus is, een van die gasten, het is twee keer gebeurd, er zijn twee mensen geweest, of tenminste twee gevallen. Een van die gevallen, daar is dus een beetje gevecht gekomen met de beveiliging. En die man heeft dus een van de beveiligers in zijn teen gebeten. En het is geen grapje, maar naar buiten gekomen vanuit de pers is dat die teen niet beschadigd is omdat deze beste man Nike Air Max's droeg. En dan zou je denken, what the fuck, dacht ik ook. Toen las ik wat verder, zag ik staan dat het dus kwam. Die lucht die je in de Nike Air Max hebt, die was geklapt. Maar zijn teen, die was gewoon nog helemaal onbeschadigd. Dus goed, mocht jij ooit in China een film gaan beveiligen, doe dan vooral Nike Air Max aan. De Town Update. Zoals je misschien wel gezien hebben, heeft Banjotown 100.000 abonnees. En we hebben al een kleine video geüpload bij mij thuis, is die opgenomen. En daarin was al een klein beetje een soort van bedankje. Maar we zouden Banjotown niet zijn als wij daar gewoon een vet epische video bij zouden maken. Dus vandaar even een korte preview van die beelden. Een nieuw onderdeel in de Town News is de Banjo Babe van de week. En dit keer is het Ellen Page. Waarom, vraag je? Vraag je dat serieus aan mij? Waarom? Fucking Ellen Page, man. 26 jaar, lijkt op een meisje van 18, speelt in Beyond Two Souls. Is fucking geil. En het blijkt ook nog dat ze naaktfoto's... Oh, nu denk jij naaktfoto's, gelijk googlen. Nee, het is zo dat Beyond Two Souls een naaktscène heeft, waarin ze doucht. En een paar van die klojo's hebben dus gewoon de camera gehackt, waardoor je dus andere point of views kan krijgen. Dus dan kon je niet, zeg maar, wat de cutscene zelf had uitgestippeld. Kon je dus gewoon, zeg maar, vrij kon je bekijken. Nou ja, ze was naakt, ze was helemaal gemodeld, dus ze had ook boobs, ze had ook een kutje. En daar hebben ze een screenshot van gemaakt. Dus het lijkt net of Ellen Page naakt is, want het spel heeft fucking goede graphics. En goed, ja, het is Ellen Page waarop het gebaseerd is. Dus ja, deze Oscar-winnares, die binnenkort ook in X-Men speelt, de nieuwe film, die komt er ook aan. Die is een soort van 3D naakt. Best wel tof. Daarom is het de Banjo Wave van de week. We sluiten af met een lijstje coming up. En nou ja, dat lijstje, dat heeft titels waar menig gamer een stijve piemel van krijgt. Denk bijvoorbeeld aan Call of Duty Ghosts, 5 november. Battlefield 4, 31 oktober. Assassin's Creed 4, die is er al. Thor, de nieuwe film van Marvel, die komt 31 oktober uit.
Dus best wel fucking zieke titels. Ik vind het helemaal leuk. Ik ga zeker een paar games ervan spelen. Ik heb Assassin's Creed al in de brievenbus liggen. In ieder geval, jongens, dit was het nieuwe item, de Town News. Ik hoop dat jullie het een leuk item vonden. Ik hoop dat jullie het leerzaam vonden, interessant, weet ik veel. Of gewoon dat jullie weer een discussie beginnen over de of het intro. Mag ook, geen probleem. Vind ik allemaal leuk, zolang er maar gereageerd wordt. Duimpje omhoog gegeven wordt. En dat jij natuurlijk abonneert op BioTown. En mocht je meer van mij willen zien, Game is Mooi Man. Dat is mijn gamekanaal. En dat is Mooi Man, dat is een kanaal waar ik nog helemaal geen fuck mee doe. Maar binnenkort ga ik daar misschien weer wat mee doen. Hint, hint, spoiler, spoiler. In ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken en laters.